Hey hallo en welkom weer terug bij een nieuwe video op dit kanaal. Vandaag spelen wij weer Mönchjammer en er wordt al heel veel geschoten in de buurt. Ik ga wel even mijn Roblox geluid wat harder zetten, dan kunnen jullie dat ook waarschijnlijk wel horen. Het lijkt alsof daar wat gebeurt. Er zijn best wel veel flink mensen wanted. En vandaag rijden wij als SEC om er zeker van te zijn dat wij genoeg support kunnen leveren aan onze collega's vandaag. Want dat is weer chaos vandaag. Even kijken, er wordt nu bij de juwelier geschoten. Dan gaan we even op de plek waar nu geschoten wordt, gaan wij proberen te assisteren. Even kijken, dat is undercover. Daar rijdt een auto weg. Hier spant iemand nieuw. Ik denk dat wij samen met die collega aan die M5 kijken of we de achtervolging kunnen gaan inzetten. Nou, hij zit niet in de parkeergarage en ik heb geen idee waar hij naartoe is gevlucht, die grijze auto die net langs vloog. Dus ik denk dat wij maar gewoon even kijken, er wordt wat overvallen. Achter ons, daar gaan we maar eens even kijken. 12 seconds later. We reden net langs die vending machine en daar... Wat hoor ik nou? Ik hoor het geluid van... Oeh... Ja... Ja, ja. Even kijken, die is corrupt. Precies wat ik al dacht. Even kijken. Waar gaan die naartoe? Dat is belangrijk. Als we weten waar die naartoe gaat, hij houdt aan en stopt hem in de auto. Ja, ze weten sowieso dat ik aan het kijken ben. Dus die zijn hartstikke corrupt. Hebben ook nog eens corrupte collega's in deze enorm volle server. Dus dat maakt het extra lastig. Ik denk dat we even naar de ADAC gaan om de boel te repareren. En dan gaan wij weer naar de eerstvolgende melding toe. 2000 years later. En Osso tankstellen wordt overvallen. Dus dat betekent dat wij hier achterlangs wel er langs kunnen vliegen. En er wordt al enorm veel geschoten. Even kijken, ik weet niet wat hier allemaal gaande is. Even kijken, zo, hop, en ben jij wanted? Ik denk van wel namelijk. Even kijken. Er lieven nu al een heleboel mensen. Dit is wel een server vol met mensen die lieven. Wordt het binnenkort waarschijnlijk een hele lege server. Ik weet niet, die is ook daar, staat daar lekker. Meneer in de oranje auto. Even kijken. Zo, hop. Stopsticks ingezet en we gaan achter die gele BMW Cabrio aan. Hoppa, en die verdachte is nu neer. Ik weet niet of hij wat gaat doen en of er maatjes van hem nu aankomen. Wat ik doe is dat ik eventjes hier een paaltje bij hem neerzet. Dan kunnen we hem makkelijk terugvinden. Dan ga ik eventjes de auto pakken en gaan we daar even dichterbij staan. Nou, er is geen ambulance en ook geen brandweer. Dus ik denk dat we maar gewoon bij hem gaan staan wachten. Totdat hij lief, zodat we XP krijgen. Dat is eigenlijk de enige manier. One eternity later. Zo, die Gobos die is dus nu gerespawnd al. Alleen, ik weet niet waar die nou naartoe is verdwenen. Want ik zie zijn auto ook nergens. Alleen zijn banden waren lek. Dus hij moet naar de ADAC zijn geweest. En daar zijn we hem kwijt. Dus dat is even lekker. Er gaan nu echt veel collega's dood. Ik denk dat we hem maar gewoon eventjes laten voor wat het is. We hadden wel een sniper en hij was best goed dat schieten. Maar ik denk dat we maar gewoon eventjes naar de bank gaan, want daar wordt nu weer geschoten. Echt, het is zo'n ongelofelijke chaos de laatste tijd in Hamburg. Dat is echt erg. Maar als we dus zouden hier dus nu wat mensen moeten zijn die wanted zijn. Hoppa, ik kantel even die auto. En dan...
gaan wij eventjes kijken of we die want het is. Die is niet want het, die Audi. Dan gaan we even kijken naar WH. Die is wel want het. Alleen er zit niemand in. Er wordt geschoten, maar ik heb geen idee van waar. Dan gaan wij maar weer verder kijken, denk ik, naar de volgende melding. Later. En er wordt al geschoten bij de juwelier. Dus wij gaan hier eventjes snel door de poortjes heen. Dan ziet hij ons waarschijnlijk niet aankomen, de persoon die aan het schieten is. En dan hebben we ook al een van zijn vluchtroutes hebben we dicht. Even kijken. Oh, staan blijven, staan blijven. Oh, we hebben eentje neer, eentje neer. Was dat degene die wanted was en hier voor hijsa zorgde? Ik geloof van wel. Nou, die is mooi neer. Hij is geliefd en wij gaan weer wachten op de volgende melding, Benegorn. One eternity later. Even kijken, deze persoon is helemaal niet wanted die we net hebben achtervolgd. Wat een grap, die is gewoon net zijn wanted level kwijtgeraakt. Wat een zieke prank. Wat een zieke prank. Laten wij maar eens even gaan kijken wat hier nou weer getoeterd wordt allemaal. Even kijken, even kijken, even kijken. DP, D. Dat is niet een D, dat is een F. Even kijken. DP is wel wanted, maar die liep daar niet rond. Even kijken, er racen daar wat auto's weg. En even kijken, hebben jullie nu auto's lekker banden? Nee. En dat is een undercover meneertje. Dan gaan wij denk ik maar gaan we wachten op de volgende melding. Want er is echt heel weinig te doen. 2000 years later. Even kijken. Er staat hier wel een gele auto. En er wordt overvallen. En er wordt overvallen. Hop. Backupje erbij. Even kijken. Lopen ze ergens naartoe? Of staan ze gewoon nog in de container? Even kijken. Zo. Hop. Aan omhoog. Even kijken, met hoeveel zijn ze? Geen idee. Even kijken, niet springen, niet springen. Jij. Oh ja, jij doet moeilijk, hè? Jij doet moeilijk, jij doet moeilijk. Even kijken, deze, we gaan we achter jou aan. Hop, een. Had ze nou een van de maten achter? Ja, dat. Hop, en. Ja, ze hebben toch stopstuks meegepakt. Twee banden, we gaan erachteraan. Hoppa, en dat was de laatste. Er zijn er twee geliefd. En we hebben er nu eentje aangehouden. Ik grote blij. Dit vind ik helemaal mooi. Dat vind ik helemaal mooi. Dus ik denk dat we deze lekker gaan overbrengen naar de gevangenis. En hij is echt letterlijk zojuist geliefd. Dat is jammer. Maar ik denk dat we daarmee lekker een einde gaan maken aan deze video. Ik heb weer genoten. Heb jij nou ook genoten? Abonneer dan zeker. En dan zie je graag morgen weer terug bij een nieuwe video op dit kanaal. Tot morgen maar.